Volgende kandidaten is een hele groep ook, de Culture Club. Onder aanvoering van... Onder aanvoering van Boy George. En Boy heeft wel het een en ander te vertellen. Op het een hebben we heel vaak meisjes die Boy George doen. En jij bent een echte boy, tenminste dat neem ik aan. Ja, flinke boy. En nou vertel zelf wat je mankeert, want anders mensen, waarom moet je het nou vragen? Ja, jullie hebben het misschien al een beetje gezien. Ik heb een beetje dikke wang. En dat komt omdat ik de bof heb. Maar bof komt, hè? Hij heeft de bof, ja. Het doet wel een beetje pijn, maar ik had dit voor geen goud willen missen. Ja. Een Boy George die de bof heeft. Boy bof. Boy bof. Dat is een hele leuke, hè? Dat is heel goed. Dan even voor, misschien wat om te kopen, leuke grap, je weet het maar nooit. Als Boy George een klein beetje aan de kant gaat, wil ik eventjes met hem praten, want hij zit in de groep, hij is de enthousiast. We hebben met de repetities meegemaakt, hij is echt de motor van de groep. Wil jij de groep even voorstellen? Mag ik de groep voorstellen? Nou, dan neem ik even... Hou niet in je hele microfoon, nee, je bent gek. Nou, dan mag je even achter me aanlopen. We gaan een reisje maken door Europa als ik u de groep ga voorstellen. Want we hebben nogal wat nationaliteiten binnen de Nederlandse Culture Club. En we gaan eerst naar Spanje toe. In Spanje vinden we iemand die zorgt binnen de Culture Club voor het ram- en rinkelwerk. Dit is onze Francisco Morera. Ja. Als tweede hebben we hier, die zorgt voor onze gitaar. In Italië is dat. Daar hebben ze ook blonde Italianen. Je zou het haast niet denken. Ik moet vooral zijn aandacht vestigen op zijn ogen. Dit is onze blonde Italiaan, Pietro D'Emilio. Nou, Boy George is geweest, hij heeft de bof. En jij zelf bent tropische verrassing, Hollandse melkchocolade. Of zoiets. Ja, wat zeg je? Je zou dat kunnen zeggen, maar ik ben gewoon Carlo Strijk. Carlo Strijk. Gezamenlijk vormen zij de groep Culture Club onder aanvoering van Boy George. Like a child at birth, a man with no defense. What's my mom? I won't give this to you. No matter what you say, no matter what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? Something new, like a fearless time. We're burning witches too. This water of faith must be designed for you. It matters what you say, it matters what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me?
Kom bij me, jongens. Kom bij me. Dat was een verrassing, je mocht niet verraden, maar jij kwam ook op. Ja, een moeilijke rol om een soort te gaan huilen voor een paar miljoen mensen. Van, wat is de tekst precies? Als je het live zou moeten doen? Zou niet weten. Nee. Leuk dat je er was, hoor. Even een verrassing eigenlijk, hè. Connie? Ik al. Ik vind Boy George wel een lekker ding, hè. Dat, Ik dacht eigenlijk dat hij tegenwoordig kastanjebruin was. Hoe zit dat? Ja. Nou, een beetje meer rood erin. Of is hij inmiddels geel of zo? Ik weet het niet, hoor. Jij had vroeger ook krulletjes en nu niet meer. Dat moet ook veranderen. Zo gaat dat. Dat is showbusiness. Ja. Nee, ik vond het heel leuk. Ik vond de bewegingen heel goed getroffen. Ja, het leek er echt op. Hey, Dolph, en dat is de bedoeling van die act. Ja, je was nog niet klaar. Neem me niet kwalijk. Maar ik zag Dolph zo een beetje wippen. Ik ben een wipper, ja. Ja. Een oude wipper. Maar ik wil u even iets zeggen. Ik ben u dankbaar dat u eerst Connie gevraagd heeft. Want ik kon die naam niet zo goed uitspreken, nu dus wel. Boy George. Ja, ja. Al is het dan natuurlijk geen Boy Bensdorp, u weet wel. Maar goed, ik wil even... Het is aan mij nu gegeven, al verwacht men het niet van mij. Ik wil serieus zijn. En ik wil u eerlijk zeggen, hoe vooral de groep, maar de Boy George dus... eigenlijk, hoe die playbackt, daar ben ik jaloers op. Fantastisch. Dankjewel. Bo George aan de Culture Club.